Evert Santegoets, de 61-jarige hoofdredacteur van Privé, heeft onlangs de ex-verloofde van Gordon, de 55-jarige tv-miljonair, geïnterviewd. Dit heeft geleid tot een hevige strijd tussen de twee in showbizland, waarbij Gordon zelfs aangifte heeft gedaan tegen Evert. Yvonne Koldewijer denkt echter dat de kans op succes voor deze aangifte niet groot is. Zou het niet beter zijn als ze gewoon met elkaar praten om het uit te praten? Evert vs Gordon. Het was bijna mogelijk gebeurd, omdat zowel Evert als Gordon aanwezig waren op het jaarlijkse Milkshake Festival in Amsterdam, een evenement voor de queer gemeenschap. In de podcast Strikt Privé merkte collega Jordi Versteegden op: je ging gisteren naar een festival. Evert antwoordde: ja, het Milkshake Festival. Voor het eerst in mijn leven. Ik vond het heel leuk, maar toen ik nog maar net binnen was, kwamen mensen naar me toe en zeiden: Gordon is hier ook. Ik vroeg me af wat er zou gebeuren als ik hem zou tegenkomen, maar hoeveel mensen waren er? Zo'n 6, 7 of 8000. Hij is hier. Tussen die menigte heeft Evert Gordon niet gezien. We zijn elkaar niet tegengekomen. Ik denk dat ongeveer 50 mensen zeiden: Gordon is hier. Je goede vriend, Gordon. Ik neem aan dat hij dat ook heeft gehoord, maar we hebben elkaar niet ontmoet. En als ze elkaar wel hadden gezien? Ik denk niet dat het op het Milkshake Festival meteen met een handdruk was opgelost, maar ja. Ik heb nog niets van hem gehoord, als dat je volgende vraag is.